We staan hier voor een natuurinclusief appartementencomplex. Hoe is dit zo tot stand gekomen? De gemeente heeft ons verzocht of we iets kunnen doen aan natuurinclusief bouwen. Omdat het toch in een groen strook hier is. En als bouwbedrijf en als ontwikkelaar staan wij daar altijd erg voor open. Hebben we met elkaar gekeken wat is gewenst, wat vindt men fijn. En op basis daarvan hebben we in overleg met de gemeente een keuze gemaakt voor 3 vleermuiskasten en een kast voor zwaluwen en huismussen. Hebben jullie ervaring met dit soort gebouwen? Ja, in meerdere projecten passen wij vleermuiskasten en zwaluwkasten of andere kasten voor de natuur toe. En dat passen wij vaker toe. Vooral is dat vaak een eis van de gemeente kan dat zijn. Of dat het een verzoek is en uiteindelijk werken we daar bijna altijd aan mee. Een natuurinclusief appartementencomplex. Wat houdt dat precies in? Natuurinclusief, dat is wat u zegt. En het is erg mooi dat er bij dit soort nieuwbouwprojecten ook rekening wordt gehouden met het feit dat we natuurlijk vleermuizen hier in Heemskerk, zeker in deze groenstructuur, dat we die hebben. Mussen, zwaluwen en dat daar ook een plek voor komt waar ze kunnen broeden. Hoe is het met de natuur in Heemskerk gesteld? De natuur in Heemskerk, daar dragen we echt bijzondere zorg voor. En ik moet u zeggen dat het op dit moment goed gesteld is. En zeker als we natuurlijk in de toekomst, daar waar de bouwprojecten plaatsvinden, ook met die natuur ook rekening houden. Nu tel ik 3 vleermuiskasten en 1 zwaluwkast. Is dat genoeg? Ja, dat moet blijken. Het is natuurlijk zo, er wordt ook straks controle op uitgeoefend of het ook inderdaad gewoon doelmatig is, of het gebruikt wordt. Zeg ik nogmaals, we zitten hier in de hoofdgroenstructuur en we hopen toch zeker, als we kijken naar de omgeving hier, daar via Kasteel Marquette, daar via Assenburg, veel groen. En dus we hopen dat dit een hele drukke route wordt, als we het hebben over zwaluwen, als we het hebben over vleermuizen. Maar dat wordt later nog gecontroleerd of het inderdaad, of het gebruikt wordt. Kan natuur en een appartementencomplex, kan dat bij elkaar? Dat blijkt dus nu. Ik bedoel, als we daar met bouwen rekening mee houden, dan kan het uitstekend samen. U kunt het als gemeente natuurlijk ook afdwingen dat zo gebouwd wordt. Via het bouwbesluit is dat dus niet. Het gaat dus puur inzien en bewustwording. Inzien dat het belangrijk is. En we zijn nogmaals heel erg blij dat de firma Hesselmans dat op deze manier heeft ingevuld. En wanneer wordt dit appartementcomplex bewoond? Ik geloof dat de eerste menselijke bewoning hier in november gaat plaatsvinden. En de dierlijke bewoning moeten we nog afwachten? Nou, dat zouden we af moeten wachten, maar dat zou natuurlijk heel spoedig kunnen. Dit is nu juist iets wat eigenlijk redelijk in zwang is, wat nieuw is. Dat heet natuurinclusief bouwen. Dus vaak wanneer er oude huizen zijn, was hier niet het geval, maar dat gebeurt wel in andere delen. Die verdwijnen, daar zitten best nog wel vaak dieren in, vleermuizen, huismusjes, noem het allemaal maar op. In die nieuwe gebouwen, die zijn vaak glad, strak. Dus wij proberen daar nestkasten in te maken. En ik heb de projectontwikkelaar gebeld of hij bereid was mee te werken aan dat. En dat deden ze graag. Wonen en natuur, is dat makkelijk te integreren? Niet altijd, want alleen maar nestkastjes, dat gaat hem niet worden. Dieren hebben ook een habitat nodig, hebben vooral eten nodig. Dus als je een heel traditioneel groenbeheer hebt en strakke waterkantjes en noem het allemaal maar op, dan zal het niks worden. Dus je moet ook wel natuurvriendelijk beheer, bloemen, veel bomen, natuurvriendelijke oevers. Daar hebben die dieren, kunnen ze leven. En dan kunnen ze ook daar gebruik van gaan maken in die gebouwen om dan toch nog een nest te vinden. En deze locatie is geschikt? Ja, wij denken van wel, omdat het ligt in de hoofdgroenstructuur. We gaan dat gewoon proberen. Het is geplaatst en we gaan het ook wel bijhouden. Want we gaan gewoon de komende tijd kijken van, werkt dat nou? Gaan daar vleermuisjes in? Gaat er een zwaluw in? Want als het niet werkt, dan moeten we het toch weer anders gaan doen. En als het een succes is, dan gaat het op verdere nieuwbouw, wordt het ook toegepast? Ja, sowieso. Want de kosten voor dit soort dingen die zijn marginaal ten opzichte van een heel bouwproject. Dus wij gaan zeker ook bij andere projecten, ga ik gewoon bellen, van willen jullie dat er ook in plaatsen? Is dit voor de toekomst, gaat dit vaker gebeuren, dit soort bouwen? Ja, ik hoop dat dit een trend wordt. En dat inderdaad gewoon bouwbedrijven dit gewoon standaard in hun pakket gaan brengen.